Kenneth Amoksi, minister van Justitie en Politie, verzekert dat de rust terug zal keren in het dorp Pikin Saron in het district Para. De bewindsman geeft aan dat de lokale gemeenschap niet hoeft te vrezen dat de gebieden niet veilig zijn. Er is continu contact tussen de korpsleiding en het traditioneel gezag van het dorp en de andere gebieden. Dus er is contact met de gemeenschap, individueel hebben we contact met bepaalde mensen van het traditioneel gezag. De politie is ter plaatse. Ook de regio-commandant en de GPK van Wanica en Para. Dus zij hebben contact met de gemeenschap. En voor zover ik weet, gaan zaken rustig daar zo. Minister Amoksi gaat in op het cyanide-vraagstuk in het Brokopondo-gebied en wat de rol is van de politie. De rol van de politie in deze, ook het Openbaar Ministerie, is bijvoorbeeld in dit geval, al zou je niet zeggen van er is sprake van cyanide of er is sprake van caustic soda. Het is wel een stof die schade kan toebrengen aan de gezondheid van mens en dier. Dus als je het in strafrechtelijke zin bekijkt, heeft de politie en het Openbaar Ministerie een rol daarin te vervullen. Het gaat om materiaal dat schadelijk kan zijn voor mens en dier. En dus de politie moet erop toezien. Weet je, dat er niet meer schade wordt veroorzaakt dan er nu is. De zaken daar moeten in beslag worden genomen. Ze moeten getransporteerd worden. De politie is in het gebied opdat er geen verdere schade wordt aangericht en voor het garanderen van de rust in de omgeving.